Waarde gasten, u heeft de enige juiste keuze gemaakt door op dit moment hier te zijn. Staat u mij toe ons even voor te stellen? Wij zijn de charlatans. Als eerste zou ik u graag voorstellen aan mijn man, Otto Charlatan. Kom dan. Otto. Poes, poes. Poes. Otto Charlatan. Poes, poes, poes. Dames en heren, mijn man, Otto Charlatan. Wat ben je aan het doen? Poes. Zoals u ongetwijfeld al gehoord heeft, ben ik Virginie Charlatan, hooglerares phytoborist en doctorandus magister in de ongeluksbestrijding. Applaus. Maar zonder haar waren wij hier nu niet aanbeland. Ons draaiorgel Esmeralda. Ons draaiorgel Esmeralda is gemaakt door de bedovergrootvader van Virginie. Ja, Jozef Charlatan. Ja, jarenlang heeft hij aan het orgel gewerkt. En toen hij het orgel vol trots werkend aan zijn vrouw wilde laten zien, stierf zij. Op mysterieuze wijze. Sindsdien draagt het orgel haar naam. Esmeralda. Maar zij is niet zomaar een orgel. Nee, zij is bezield door mijn bedovergrote moeder. Kom, kijk maar staan, wij bevelen ons hartelijk aan. Uw lot ligt in onze handen, profiteer ervan. Ja, 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 kom, laat je gaan, referenties van die tot de baan. En voor mens in vele landen, de charlatans. Vraagt zich natuurlijk af waarom wij hier zijn. Hier op deze plek bij de oude abdij is mijn bedovergrootvader, de fameuze dirigent Jozef Charlatan, ooit met zijn hele orkest verdwenen. En om uit te zoeken wat er gebeurd was, hadden wij hier ons kamp opgeslagen. Verscholen in het woud vonden wij al snel hun graven. Een paar dagen geleden gebeurde er iets vreemds. Na de zoveelste onrustige nacht werden wij wakker. Het was nog vroeg in de ochtend en de nevel hing tussen de bomen. Ik hoorde merel fluiten in het woud. We stonden op van ons bed, deden de voorkant van de tent open. Al onze spullen zijn verdwenen. Maar niet alleen al onze spullen waren verdwenen. De ezel was nog, de zwarte kat kon ik nergens vinden. En Esmeralda was in velden nog wegen te bekennen. Was dit het werk van het ondoenbare? We moeten hier weg. Het is hier niet veilig. En we moeten Esmeralda terugvinden. We zochten de hele dag in het woud en rondom de ruïnes van de oude abdij. En toen het begon te schemeren, hoorden we in de verte. Otto, hoor je dat? We gingen op zoek naar Esmeralda en volgden de klanken van de viool. Toen uiteindelijk Virginie, kijk. Esmeralda. Er is iets mis. Er is iets goed mis.
Iets kwaads heeft haar gegrepen. Misschien is dit wel het werk van het onnoembare. Wesley, ik wil nu terug. Niet terug naar ons kamp. Nee, Otto, wat gelijk. We moesten op zoek naar een nieuw onderkomen. En wij vonden taverne in de Zwarte Kat. Oh ja, dat Zwarte Katje. Poes, 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 poes. Poes, 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 in den Zwarte Kat. De kat. Oh, ja. We haalden wat meubels uit de oude abdij en we richten ons nieuwe onderkomen in. Maar achter die vervallen deur, in de gapende duisternis, voelde het alsof er in elke hoek iets verscholen zat. De vloer kraakte. De wind huilde rond het afgebrande dak. Maar we konden niet anders. We besloten voorlopig hier te blijven. Anders dan sliepen we in het woud. We hebben een onderkomen. Maar het kwaad blijft rondspoken. Dus we moeten ons verweren. Kata, hoe goed i kolonak. Gai fatanti mortis. Het macabre ontwijken wij. Dans. We moeten ons tegen de dans der doden. Laat het onnoembare ons niet verregelen. Wij dienen nog het kwaad, nog zijn demon. We moeten ons beschermen. Doet u mee. U moet zich verweren. Verweren, met z'n allen. Tegen de angst. Tegen de angst. En het kwaad. Weg. Nog een keer verweren. Verweren. Tegen de angst. De angst. En het kwaad. Ja, en de angst. Weg. U bent voldoende beschermd voor dit moment. En zo, waarde gast, hebben wij onze intrek genomen in den Zwarte Kat. Het is een huiveringwekkende plek, maar voor ons wel de ideale plek om u van dienst te kunnen zijn. In den Zwarte Kat is voor u geopend. Laaf uw dorst, stil uw honger. En trek uw beurs. Want misschien vindt u daar wel een middeltje dat u kan beschermen tegen het onnoembare. En gelukkig, Virginie, hebben we Esmeralda weer terug. En ze is zo te zien en goed te doen. Ach, het onnoembare. Wat klinkt dat goed? Want ja, het rinkelt het weer. Als dans wil Esmeralda, kom, blijf maar staan. Wij bevelen ons hartelijk aan. Uw lot ligt in onze handen, profiteer ervan. Ja, 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 kom, laat je gaan. Referenties van hier tot de maan. En van mij in vele landen, de charlatan. Thank you.
aparte kant van Zegers Meerland. Kom, blijf maar staan, wij bevelen ons hartelijk aan. Uw lot ligt in onze handen, profiteer ervan. Ja, 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 kom, laat je gaan. Referenties van hier tot de maan. En voor ons in vele landen, de Charlatans. Waarde gasten, bedankt voor uw aandacht. Komt u gerust nog een keer terug, maar voor nu een hele fijne... Wacht, misschien willen ze nog op de foto met Esmeralda. Ah. Grijp nu dan uw kans. Een speciaal vandaag. Gratis. Oeh.